Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een nieuwe steltang uittesten, maar ik ga er wel krullen mee maken. Ik heb hem net uit de doos gehaald. Het is deze. Het is de Remington Rose Luxe Straightener. En ja, ik ben gewoon super benieuwd. Er heeft een Advanced Ceramic Ultimate Coating. 8 keer smoother en 5 keer longer lasting. Hij zou in 10 seconden moeten opwarmen en gaat van 150 tot 235. Ik heb hem net uit de doos gehaald. Zo ziet hij eruit. En daarom sta ik ze ook in mijn badkamer. Dat ik hier ga krullen. En het regent keihard buiten. Dus ik hoop niet dat jullie er al te veel last van hebben. Ik vind hem er sowieso prachtig uitzien. Ik kan ook wel zeggen dat ik er ook een beetje op viel. Mijn steltang is mega oud. Dus ik was toen aan iets nieuws. En toen zag ik deze. En toen dacht ik, dit is hem. Ik ga hem even in het stopcontact doen. Het regent dus keihard, maar ik ga zo eten op het terras. Van 5 tot 6. Als jullie dit zien, mag het als goed is al langer open, maar nu nog niet. Even aanzetten. Ik ga hem opwarmen. Ik doe hem 200. Kijken hoe dat gaat. Maar als jullie dit zien, mag het hoop ik al langer. Maar nu is het tot 6 uur. En wij zijn vanavond zonder de kids, zoals wij dachten. Maak het uit, we gaan gewoon 5 uur eten bij een fijn restaurantje wat geen bezorging deed, maar waar wij wel heel erg fan van zijn qua kip. Dus dat gaan we vanavond eten. Oké, hij is echt super snel klaar. Ik moet zeggen dat het echt al heel lang geleden is dat ik mijn haar heb gekruld met een steltang, omdat mijn dus zo oud was. Ik moet even nadenken of ik dat ook weer deed. Je kan het of zo doen, maar ik denk dat ik hem gewoon voor nu even een beetje laat afkoelen. Ik denk dat ik hem voor nu gewoon weer oldschool rol. Ja, deze eerste is misschien niet helemaal een goed voorbeeld, want ik had hem natuurlijk al een beetje warm gedaan aan de andere kant op. Hij heeft wel makkelijke afgeronde kanten. Ja, kijk, dat gaat dan beter. Nou, hij is wel echt heel snel warm. Nou, we gaan even een paar plukjes doen. Ik doe nooit al te dikke plukken. Echt weer even gaan wennen. Zo lang geleden. En wat ik altijd met de krultang doe, en wat ik dus nu natuurlijk niet kan doen, is een stukje vrij houden. Maar wat ik altijd met de steltang vroeger deed, is dan dit gewoon weer even recht maken. Beetje omslachtig, maar zeg maar het krullen op zich gaat wel sneller. Dus ik draai hem eigenlijk een slag en dan trek ik hem er doorheen. Ik denk dat ik hem een tikje warmer ga zetten. Dat hij net even iets meer doet. Nou, dit gaat echt mega snel. Het zijn dus. Sorry, wordt getikt, dat is de snoer. Het zijn dus keramische bladen. Het enige. Wat ik een beetje een gek geluid vind, maar dat zijn dus niet die bladen denk ik, maar dat is dit. En dit is best wel ja, een soort gek plastic of zo. Dat voelt niet heel chic. Ik vraag me af of dat bij andere tangen ook is. Maar hier moet je even opletten dat je velletje niet tussen komt. Ik zit me nou te bedenken, is dat bij mijn andere tangen dan ook? Maar nu valt het me voor het eerst op, dus... Ik weet niet of dat bij andere tangen ook zo is. Ik was heel benieuwd, wat gebruik jij het liefst om krullen te maken? Een krultang en dan een met of zonder clipje? Of een steltang? Vroeger deed ik dus altijd de steltang. Echt jaren. Toen ben ik overgestapt naar met clipje. Toen heb ik een tijd zonder gedaan en nu... Mix ik een beetje met of zonder clipje. Hangt een beetje vanaf hoe ik mijn krul precies wil hebben.
Maar ik ga dus een beetje door fases heen. Maar de steltangfase lag al vrij lang achter me. Maar dat was ook omdat het ding stuk was. Dus ik ben nou heel benieuwd ja, of ik hem nu ook weer zo vaak ga gebruiken als toen. Of dat ik het gewoon ook ja, anders ervaar nu of zo. Het geeft allemaal toch een net iets ander effect. Nou, de krullen zitten er wel mooi in. Gewoon een nonchalant een slagje kan hier dus niet een enorme volumeuze koep van maken. Maar dat is ook niet waar je naar streeft. En dan doe ik ze nu een beetje die eindjes recht maken. Kijken of dat gaat. Ja, die zijn natuurlijk, ik sta nu op mijn tenen. Om jullie een beetje te kunnen laten zien. Dus ik hoop dat het een beetje overkomt. Het hoeft natuurlijk ook niet allemaal. Het is ook een beetje om het een beetje speels is. Ik vind deze nog niet zo mooi. Dus die gaan we nog even doen. Het is zwaar te verduren vandaag. Ja, dat is beter. Hier is een hele rechte staak. Die ga je dan juist weer wat meer krullen. Kijk, en aan deze kant is het wel iets steiler. Hier moet ik soms juist misschien een beetje bijkrullen om het wat kloppender te maken. Deze vind ik dan juist weer te veel. Nou, zo ga ik dan wel een klein beetje kijken. Nou, hij werkt heel makkelijk en super snel. Ga nog even hier. Nou, dit is het al, mensen. Uitzetten, niet heel belangrijk detail. Zo, moet even kijken hoe het werkte. Nou, dit zijn de krullen. Ik ga er even wat insprayen. Daar gebruik ik altijd de Paul Mitchell Undone Hairspray voor. En nu ziet het er natuurlijk allemaal, nu ziet het natuurlijk vrij heftig uit. Maar dat zakt straks natuurlijk een beetje uit. En dan ben ik heel benieuwd hoe lang het blijft houden. Ik moet dus zo wel een beetje door de regen. Maar goed, daar zijn paraplu's en regenjassen voor. Dus ik kom morgenochtend nog eventjes terug om te kijken hoe het heeft gehouden. Maar ik vind het ja, echt wel weer leuk om eventjes met een steltang te krullen. Wat vinden jullie? Ik ben heel benieuwd. Goedemorgen, het is de volgende dag en het zit er nog best wel aardig in. Ik hou er juist van als het een klein beetje is uitgezakt. Ik slaap altijd met mijn haar in een knot. Er zit geen systeem in, maar ik doe het gewoon zeg maar zo omhoog, elastiekje en slapen zeg maar. Nou, en dan is het 's ochtends de vraag hoe komt het eruit. En het is dan zo. Gewoon lekker rommelig, zit zeker nog een slag in. Iets minder gekruld dan gisteren, maar gewoon lekker een beetje, ja, een beetje nonchalant. Ik ben wel te spreken over de Remington Rose Luxe Straightener, om krullen mee te maken. Ik hoop dat je deze video leuk vond om te zien. Laat eventjes weten waar jij je haar meestal mee krult, of dat je nooit krult, altijd stelt, kan natuurlijk ook. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je graag heel snel bij een nieuwe video.